heer Baudet zei dat hij hard werkte. Ik heb hem het hele debat niet gehoord. Heer Baudet. Nee, maar al dat gereutel van sukkels zoals jullie, dat gaat ook helemaal niks veranderen aan de teloorgang van onze beschaving. Dus dit is het probleem van micromanagers. Kijk, micromanagers zoals jullie allemaal, die kunnen eigenlijk alleen maar kijken naar de allerkleinste uitwerking van grote problemen. En waar je dan in terechtkomt, is de paradox dat het misschien wel op korte termijn goed is, bijvoorbeeld om ietsje subsidie te geven aan die sector, omdat mensen anders omvallen. Maar het uiteindelijke gevolg daarvan is nog weer een grotere staat, bijvoorbeeld. Dus alleen als je vanuit een helikopterview de grote issues kan adresseren en daar het over kan hebben en eens kan worden, heeft het zin om op microniveau te gaan managen. En anders zit je eigenlijk maar voor niks een beetje in de ruimte te praten. De heer Van Wijnberg, tot slot. Ja, voorzitter. Maar in heel veel pseudo-psychologische en pseudo-intellectuele prietpraat kunnen mensen niet wonen en hun rekening betalen. Dat hebben de kiezers van de heer Baudet vandaag wel gezien. Geen enkel idee om te zorgen hoe we omgaan met ook voor hen de hoge rekeningen. Alleen maar moreel verheven gebabbel, nul oplossingen, jammer. Nou, dat is totale onzin. Mijn oplossingen die zijn heel concreet en heel tastbaar. Namelijk gaskraan in Groningen open, stoppen met de energietransitie, stoppen met de massa-immigratie waardoor wonen onbetaalbaar wordt, stoppen met de euro waardoor onze pensioenen verdampen en ons geld ontwaart, stoppen met de moderne architectuur die de ziel van mensen stuk maakt en stoppen met de destructie van de families zodat onze beschaving zich revitaliseert. Dat is niet zo moeilijk. Alleen op dat niveau zijn jullie het allemaal niet eens. Dus we hebben het over de meest kleine micropuntjes. En daar zitten jullie de hele dag een beetje soort van heen en weer te spelen, vliegjes af te vangen en gespeeld verontwaardigd te doen. Ik vind dat niet zo interessant. Dank u wel. Ja, voorzitter, de heer Baudet mag het niet zo interessant vinden, maar ik denk dat alle mensen die zich zorgen maken naar dit debat kijken, zijn bijdrage niet zo interessant vonden. Nou, ik denk het wel. Want kijk, mensen in Nederland die kunnen kiezen tussen allerlei varianten van de Great Reset. Dus Great Reset partij 1, Great Reset partij 2, Great Reset partij 3. En jullie willen allemaal hetzelfde. Jullie willen massale immigratie doorgaan, energietransitie doorgaan, straks eiwittransitie, moeten we allemaal vegetariër worden. Daar is de onteigening van de boeren onderdeel van. Meer moderne kunst, meer moderne architectuur, meer atomisering, meer eenzaamheid, meer over de gehele linie transnationalisme, dus minder democratie. Dat is een richting, dat is een optie. Of mensen kunnen kiezen voor betaalbare energie, betaalbaar wonen, Nederland weer voor Nederlanders met onze cultuur, onze geschiedenis. Geen besmetting en besmeuring van ons grandioze koloniale, eervolle, trotse verleden. Gezinnen en families herstellen. Dat is de optie, dat is een serieuze politieke keuze. En al het ander is een beetje uitstel van executie en geneuzel in de marge. Dank u wel, meneer Baudet.